zit samen met mijn broer. Tom. En we hebben hier Candy Crush die ik heb opgestuurd gekregen van Just Games. En hij ziet er super leuk uit, want Candy Crush is natuurlijk snoep. Nice. En een spelletje op je mobiel. Ja, dus dit keer is het een bordspel. Nou, ik ben super benieuwd, dus maak jij hem maar open. Omdat ik het eigenlijk nog nooit heb gezien natuurlijk in een bordspel. Omdat het altijd op de telefoon was. Nu halen we dat ding er af. En daar staat, het is een lekker en een leuk spel. Ze staat op. Het leukste en lekkerste spel is nu speelbaar voor 2 tot 4 spelers. Nou, hier hebben we de handleiding. Ik denk dat dit het spelbord is. En hier zijn die je eruit moet drukken, de snoepjes. En daar op de achterkant staat Candy Crush. Nou, laten we alles maar kijken waar we gaan. Je kan dit met z'n vieren, met z'n tweeën en met z'n drieën spelen. Want we hebben hier nu een halve, want wij zijn met z'n tweeën. Maar als je met z'n drieën, met z'n vieren, kan je hem ook nog uitklappen. Maar wij hebben dat natuurlijk niet nodig. Dus wij klappen door zo, dat we een wat kleiner veld hebben. En eigenlijk begint de jongste, maar Tom die wil ook wel kans hebben om als eerste te gaan. Dus we doen zeepapier schaar. Zie je? Altijd, hè? Nou, ik ga nu gooien. En je kan dus met een paar dingen, kan je dus zeg maar een soort van winnen. Stel je voor, ik had dit gegooid. Dan heb je hier 3 gele. Dat betekent dat ik 1 zo'n gele mag. Maar gooi ik er 4, dan mag je zo'n gestreepte. En gooi ik er 5, mag je die. En als je dan heel veel geluk hebt en je gooit er 6, dan krijg je de kleurenbom. Nou, en als je 5 verschillende hebt, dus zeg maar die en deze, dan krijg je een chocolaatje. En als je dan ook nog de ander hebt, dus deze, dan krijg je ook weer een chocolaatje en een keuze uit alle kleuren van de gestreepte. Dus wij laten de camera nu zo staan en gaan beginnen met spelen. Ik heb dit bord en Tom heeft dit bord. En wanneer ik bijvoorbeeld 3 keer het boontje heb gegooid, dan krijg ik zo'n boontje. En dan kan ik hem hierop leggen. Want er is ook kans dat je een rij, een soort ketting krijgt. En die kan ook weggehaald worden. Maar dan blijft deze altijd liggen. Net als het echte Candy Crush. Ja, maar deze heb ik nu nog niet, want ik heb nog niet gegooid. Nou, jij mag beginnen, want jij had gewonnen met stimpjes. Ik heb niks gegooid. Je mag dus 3 keer gooien, dat er. Oh, je hebt nu al 3 boontjes. Ik heb een boontje. Maar ik kan helemaal niks met de boontje, want ik moet met een blauwe lobby of iets op zuurtje moet beginnen. Ja. Dus ik kan zeggen, dus ik gooi dit nog een keer. Deze mag ik opnieuw gooien. Nee. Nou, nu ben ik. Hopelijk heb ik meer geluk. Alsjeblieft. Nee. Oh, echt wel? Oh nee. Ja, nog een keer. Mag ik er ook eentje pakken? Nee, ja, je mag er eentje laten staan. Zeg maar, jij hebt rood. Je mag maar eentjes laten staan. Nou. Weer niks. Ik heb allemaal. Maar nu kan je deze rode laten staan, want die heb je nodig. Dan wil ik er nu nog 2. Kom, 2 bolletjes. Nee. Maar ik heb wel 3 van die, dus dan zou ik die krijgen, maar dan heb ik niks aan. Ik moet eerst mijn boontje hebben. Nog eens. Deze blijven staan. Oh, weer niet. Nou, heb je nu 2 blauwe nodig? Hey, je hebt 2 blauwe. Ja. Nee, 3 blauwe. Ja, inderdaad. Maar je hebt 2 blauwe erbij. Dus, mag ik dat plaatje daar neerzetten? Wat ben jij? Ik heb er ook er 1. Kan ik ook niks mee. Ik heb wel 3 van die, maar daar heb ik niks aan. Ik heb 1 boontje en 3 op mij. Kom op, 2 boontjes.
Nee. Ik heb er maar twee. Kijk, vanaf nu alles wat ik krijg moet ik op het bord plaatsen. Behalve de speciale snoepjes, dat hoeft niet per se. Ik heb een geel, drie gele. Ik heb een gele en die zet ik hier naar. Nee, hè? Kom op, boontjes! Nog een keer gooien. Deze boontje staan. Boontje, 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 boontje. Geen boontje. Nou. Laatste keer. Boontje, 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 boontje. Nee. Twee boontjes. Ik wil ook een boontje. Heb ik iets? Nee. Nee, nou, dan zit ik nou een boontje neer. Wanneer je nog een keer gaat dobben, mag je maar één dobbelsteen laten staan als je dat wil. Nee. Nee. Dan zou ik... Ja. Jij. Boontje, boontje. Oké, nu ga ik niet zeggen, misschien ook dan nog. Boontje! 1, 2, 3, yay! Mooi boontje. Heb jij wat? Nee. Ach, wat jammer nou. Gaat wel de groene staan. Nee. Oh. Hey, ik heb er vier, dus ik krijg er eentje met streepjes. Yep. En die zet ik hier neer. Weer een blauwe. Je hebt drie blauwe. Zo. Oké, goed, goed, goed. Oh. Yeah. Ik heb vier blauwe! Dus ik krijg die, ja. Toch? Ja. Die zet ik hier. Zo. Je zou dit ding ook zo neer kunnen zetten, want als je dan hier het vol rij hebt, dan gaat dit helemaal weg, inclusief deze. Dus dan is heel deze rij weg. Maar als je hem zo neerzet, gaat de rij zo weg. Maar deze blijft altijd staan, dus die gaat niet weg. Allemaal verschillende. Ja, allemaal verschillende. Oh ja, echt allemaal. Dan krijg ik dus een chocolaatje. En dan kun je een boekje krijgen. Kijken. Mag ik ook een kleur naar keuze en een gestreepte kleur naar keuze? Dan kies ik een groene gestreepte kleur naar keuze. Die leg ik nou op. Oh nee, want die zet ik wel gelijk neer. En dan pak ik een paarse. Die zet ik alvast hier. Oké. Nou, nu ben ik. Boontje, boontje, boontje. Ik heb drie boontjes. Dus dan heb ik weer een boontje. En dat boontje zet ik hier. Zo ben jij. Ik ben dus vergeten om mijn chocolaatje neer te zetten. Dus ik ga mijn chocolaatje hier neerzetten. En wat doet het chocolaatje? Die kan je niet breken. En het doel van het spel is trouwens om wie als eerste een snoepje op de kerst legt. Zonder dat de ketting kapot gaat. Oeh, bijna. Opnieuw. Groen heb ik. Pak hier een groene, die leg ik hier nu. Zo, en dan moet ik er nog eentje en dan heb ik al gewonnen. Jij bent. Maar dat klopt toch niet? Jawel. Niks. Pak alles. Weer niks. Weer niks. De laatste keer. Nog één keertje. Weer niks. Nou, als ik er nu nog eentje krijg, heb ik al gelijk gewonnen. Nou, ga maar verder. Ja, ik heb gewonnen, want ik heb de laatste paarse. Die zet ik op de kerst. Dus dan heb ik gewonnen. Want hij heeft een ketting hier naartoe gemaakt. Als je hier bijvoorbeeld drie gele had,
dan ging de ketting kapot. Dan moet deze ook gelijk weg. Dan heb ik geen ketting meer. En ik wist dus niet dat dat moest, anders had ik het zo ergens anders neergelegd. En toen deed dus hier de snoepje op de kerst, dus ik kan niet meteen hier neerzetten, want je moet wel een soort lijn er naartoe maken. Ja, ze moeten aan elkaar vastzitten. Nou, en dat was dus Candy Crush en Tom heeft gewonnen. Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd. Nou, wij sluiten hier de video bij af en gaan het zeker nog verder spelen. Doe een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier. Bye, John natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram @JoGeeksIT. Doei!